En goedemiddag, lieve vrienden. Ja, ik ben helaas heel erg laat, maar dat maakt niet uit. Nee. Ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom bij een gloednieuw vlog weer. Bij Corina en de Beestenboer. Ik ben Corina Luisterburg de Jong. Die knakker die daar ligt is Frodo. Dat poesbeestje is Eowyn. En dan loopt daar Gandalf. Zit nou... Zeggen de krabben. En ja, mijn andere poesjebeestje, die schreeuw ik helaas niet meer. Dat was Arwen. Maar oké, mijn gedachten gaan er wel naar haar uit. Net zoals naar alle andere dierbaren. Waarom ook niet? Daar moet je ook aan denken. Moet je ook eens een keer bij stil blijven staan. Maar, we gaan vandaag wat we doen. Ja, ik ga niet naar buiten. Dat niet. Maar er ligt hier een doos. Ik zal het eens even laten zien. Oh, moet hij wel even willen. En doet hij nog niet wat ik wil? Zo. Die. Nou, daarvoor. Ja, en toen was mijn accu leeg. Ik had het vannacht vergeten aan de stroom te zetten. Dus even met mijn mobiel verder. Ik liet jullie de rood zien dat we gaan die kerstboom dus opzetten. Maar, in deze kast. Gaan we. Lekker donker hier. Deze kist, ja, die houten kist waar al dat spul op staan, moet ik eruit hebben. Want daar moet die kerstboom op staan. Dus ik heb nog heel wat te doen. Ja. Maar ja, als je wat wil, moet je ook wat voor over hebben. Maar ik ga eerst lekker een bakje koffie drinken. Ja, ook dat. Zo, nee, ik moet het zo doen. Ik kan toch dan omdraaien of wil dat niet? Nee, dat wil niet eens. Ah, ik denk ik doe het op scherm omdraaien, maar dat gaat helaas niet. Dus ja, ik ga gewoon lekker mijn gang en jullie zien het straks vanzelf wel. Beetje bij beetje laat ik het jullie wel zien. Ik zal eerst mijn andere camera even op de stroom zetten, zodat die weer volgeladen wordt. Ik zeg het tot straks maar weer. Doei doei. Zo lieve vrienden. Nou ja, ik heb dat al gezogen en leeggehaald dat stuk. Die stoel die staat hier nog met een hoop spullen erin. De kist die staat daar. Die moet ik eventjes schoonmaken. Dit is de speelgoedkist geweest. Van mijn zoon Harret van Wick. Ja. Die was blank en die kwam met doelenstijd was die mooi hoor. Hij is nou al beschadigd na al die jaren. Maar hij kwam gewoon met antiek was. Heb ik een heleboel steeds beetje bij beetje in een heel oud pannetje omgesmolten. En met een kwast heb ik hem aan het schilderen geweest. Want dat kleurtje had hij. Ja. Dat ja. Was speelgoedkist van Hart van Beek. Die dus ook vlogt. Ja, tenminste vlogt. Hij doet het op een beetje op een andere manier. Maar oké, doet er niet toe. Maar in ieder geval, die komt dus daar te staan. Maar ik ga hem eerst schoonmaken buitenom. En ja, dan, dan gaat hij op zijn plek. Kerstplaat eroverheen. Kerstboom erop. Klaar. Ik ga nou eerst weer een bakje koffie doen. Ja, wordt wel weer even tijd. Je moet wel blijven drinken, wel pauzes blijven nemen. Anders gaat het niet goed komen. Zo. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. Nou ja, ik ben weer met mijn camera. Mijn camera die had het net begeven, tenminste begeven. Batterij was leeg. Ik had het vannacht vergeten aan de stroom te zetten. Kan iedereen gebeuren. Ik heb met mijn mobiel even aan het vloggen geweest. Ik heb jullie laten zien dat ik de kerstboom op ging zetten. En ik wil laten zien hoe ver ik nu ermee ben gekomen. Maar mijn poot die zit los. En dat mag ook niet. Zo, kijk hem omdraaien. Ja, dat, zover ben ik nu. Ik ben met de verlichting bezig. En ik zit nu even pauze te houden. En dan zal ik die onderste streng erin gaan doen. En die is zo lief. Ja, die is al even buiten geweest, maar hij is zo lief. Hij is niet lastig. Hoop ik.
Hé, Frodootje. Ja, nou, je bent een lieve kerel. Ja. Dus ja, ik hoop dat ik vanavond klaar kan komen. Want het geeft me al een hele hoop te doen voor mij. Vroeger, ja, dan deed je alles achter elkaar. En dat kan ik niet meer. Nee, met mijn rug en met mijn benen wil dat niet meer. Mijn armen willen wel, mijn hoofd wel, maar de rest wil niet. Nee. Kan je niks aan doen, hè? Nee, absoluut niet. Nou ja, maakt niet uit. We gaan gewoon door met die banaan. Ja, dan moet ik weer achteruit. Moet ik even kijken waar ik berij. Niks ondersteboven rij. En dat ging goed. Nou, dan ga ik een bakje koffie maken. Eventjes time-out. Ja, ben ik wel aan toe. Wat ik wel even tussendoor doe, is kijken naar mijn andere verlichting. Van ja, je deed het vorige een paar weken terug dat ik het naar beneden had. Toen deed hij het, maar doet hij het nou nog? Dus dat is even afwachten. Die deed het gelukkig wel. Maar dan gaan we met die volgende string ook eventjes doen. En dan mijn koffie drinken en dan verder. En ik laat het pas jullie zien. Wanneer de boom klaar is. Ja, ik vlog misschien wel tussendoor, maar niet die kant op. Nee, blijf ik hier ook. Of voor mijn pc, maar niet daar. Ik laat het pas zien wanneer die klaar is. Ja. Want hij wordt niet helemaal zilver. Nee, wat er wel in komt, zien jullie wel. Er komt wel zilver in, maar niet allemaal. Nee, doet anders dan anders. Ik wou enkel dat ik ook zo'n piek kon vinden van die kleur. Ja, kan wel, maar plastic en niet versierd. En dat vind ik niet mooi. Ik wil dat glas. Zo dan, ik wil dat glas. Dat was mijn mobiel. Nou ja, ook dat kun je haast niet vinden. Het is allemaal tegenwoordig plastic, plastic, plastic. Nou ja, oké, we moeten het ermee doen. Of we nou willen of niet. Maar ik heb ook al de klok horen luiden, maar ik weet niet waar de klepel hangt. Dat is dat er ook weer glas weer terugkomt. Maar ik heb het nog niet gezien, nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie doen gaan. Een fijne avond en tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik ben klaar. Opgeruimd en netjes is het. Dat enkel kleed hangt nog niet goed. Maar ja, dat is een beetje gekreukeld door Frodo, want die liep er net langs. Die is even buiten, maar ik zal het jullie even tonen. Dus, ik zou zeggen, kijk maar eens even. Het is wit, het is zilver, het is brons en het is goud met elkaar. En zelfs nog zalmkleurig. Want dit is zwanendons en dat heeft een zalmkleurige tint. Dus ja. Dat is weer goud, de balletjes, slingers goud, witte slingers, zilveren slingers. Dat, ja, voorheen had ik het altijd helemaal zilver en wit. En ja, en nu heb ik er dus wat meer andere kleurtjes erbij. Goud en brons. Ja, ik ben er tevreden mee. Ik zet de tafel altijd zo ver richting de kerkboom. In de hoop dat er geen hondje langs loopt, heb ik ook die er bewust erbij gezet. Dat ding. Met Merry Christmas. En dan kan meneer gewoon hier langs lopen. Eén stoel heb ik daar laten staan. De stoel die ernaast stond, die staat nou hier. Dat is Ewin de troon, met de bank ernaast, waar Frodo op kan. En ik heb mijn eigen stoel in de keuken staan. Nou ja, afwas staat er nog, ben ik niet aan toegekomen. En ik heb hier wat spullen staan, ik in een rommelwinkel. Dus ja, al met al, een geslaagde dag, waar ik hoop, sorry, waar ik wel bek af van ben, maar wel tevreden. En daar gaat het toch om, dat je tevreden bent. Dan ga ik zo meteen een lekker bakje koffie maken weer. Plak hier cake erbij. En dan eventjes genieten van de televisie of wat dan ook. En daarna zie ik wel weer. Voorlopig even nog geen Facebook. Ik moet nog een vlog in elkaar zitten vergisten. Ja, ik weet het niet. Ik loop op achter. Ik heb nog maar een paar, ik geloof nog twee of drie vloggen die gepland staan.
En dan heb ik niet meer op YouTube. Dus ik moet wel opschieten. Maar oké, wat maakt het ook even een keertje uit. Jullie begrijpen dat denk ik wel. En mijn hondje wil naar binnen. Mijn hondje wil naar binnen. Nou ja, dan gaan we die binnen laten. Moet ik zelf ook omdenken. Komt u maar. Zo. Zo. Ja, wat mooi hè. Wat mooi, wat mooi. Ja. Hoppaza. Goed zo. Ga maar lekker liggen. Grote jongen. Ja, grote jongen, dat is die zeker. Hij is vandaag echt werkelijk heel erg lief geweest. Enkel één keer, ja, kon hij waarschijnlijk niet meer luisteren. Ik weet het even niet. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie avond verder. Ik zou zeggen, ook alvast welterusten. Slaap lekker. En geniet van je nachtrust. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei.